Alles van hennep. We doen alleen hennep, verder niks. Wij voeren de hennepstro aan van de boeren die voor ons telen. Dat gaat hier over de weegbrug. Wordt hier de fabriek ingevoerd en wordt gescheiden in diverse producten. Waarvan een van de producten vezels voor de automobielindustrie is en houtdelen voor de woningmarkt en voor de strooisemarkt. Ik zal u laten zien hoe hennep in elkaar zit. Dit komt van de boeren. Deze komt uit Denemarken en dat komt van Nederlandse teelt. Ik laat even zien hoe de stengel in elkaar zit. De buitenkant, dat is de basvezel. Daar werd in het verleden kleding van gemaakt, maar bijvoorbeeld ook canvas. De binnenkant is het kerndeel. Dat werd vroeger gebruikt voor het verwarmen van de woningen. En tegenwoordig gebruiken we dit voor de woningbouw. En hennep is eigenlijk het enige product wat je op die manier kan gebruiken voor de woningbouw. Omdat hennepvezels of hennephout niet uitzet als die nat wordt. Iedereen weet dat als hij een gewone houten deur heeft en die wordt nat, dan gaat hij klemmen. Hennep hout zet niet uit. Het stro waar aangevoerd wordt, wordt hier. Komt hier en gaat de bunker in. En deze bunker, die moeten ze twee keer per half uur vullen. En dat is de aanvoer van de fabriek. En dan begint het proces. Hier wordt de hennep hout, de houtdeel gescheiden in. Grove deel en het fijne deel. De fijne deel gaan naar de lichtboxenstal voor koeien. En de grove delen die worden gebruikt voor de woningbouw om daar complete muren, daken, verdiepingsvloeren van te maken. We hebben hier wat voorbeelden staan. Daar doen we altijd proeven op. Deze zit bijvoorbeeld steenstrips op met verschillende kalksoorten. Om mensen ook te laten zien dat je dus gewoon een steenstrip op kunt zetten zodat de woning gewoon niet eruit ziet als een hennepwoning. Er zijn mensen die willen dat niet zien en die vinden het prettig als het net gewoon eruit ziet als een normale woning. En toch het voordeel van de hennep kunnen gebruiken. Dit is voor een woning in Vensterwolde. De wanden, de verdiepingsvloer en het dak helemaal van hennep. En dat wordt een fantastische woning om in te leven. Hier zie je diverse soorten vezels vanuit de productie komen. Ik heb ze pas al verteld hoeveel te schoner de vezels, hoeveel te hoger de opbrengstprijs. Deze vezels die zijn nagenoeg schoon. Dit komt in een auto achter jouw deur, zeg maar. Daar zit bekleding op en daarachter zit een plaat die gemaakt is van natuurvezels. Als je een goede auto koopt. En wij zeggen altijd, gemiddeld weg zitten de Duitse merken meer natuurvezels in als in de Japanse merk. Dat is een beetje het onderscheid. Kijk. Dit zijn ook hennepvezels. Links is voor de automobieltoepassing, voor de binnenbekleding. En dan heb je aan de rechterkant heb je de vezels die voor de geweven matjes of zaken onder tapijten of kledingen. Maar dit is nog niet de perfecte, maar we zijn langzaam bezig om steeds verder te komen om er ook kleding van te kunnen maken. Nou, dit is dus ons laboratorium waar wij allerlei CBD-producten testen en controleren voordat ze naar de eindafnemer gaan. Drogisterijwinkelketens, nou, Kruidvaart, Luco Vitaal, Healthy People, diverse producten waar dit heen gaat. Ja, dit is eigenlijk de meer gezondheidstoepassing. Vezels die voor de papierindustrie zijn. Er gaat ook een redelijk deel van onze vezels naar Spanje. En daar maakt men de meer duurdere papiersoorten ervan, van pulp. En die kun je alleen maar met hennepvezels maken. Maar bankbiljetten zitten bijvoorbeeld plantaardige vezels in. Het restproduct, dat komt hier terecht. Dat zijn alle fracties van stof die in de fabriek opgevangen wordt, alle te fijne delen. Daar wordt een korreltje van gemaakt, net als Bix, zeg ik dan voor dieren. Maar dit gaat dan weg als strooisel voor dierhouderijen.
zeggen eigenlijk, de hennep die je nu gebruikt als strooisel, daar moet je eerst een woning van maken. En als je die woning vanaf breekt, gebruik je daar als strooisel bij de paarden. Dan breng je het weer terug op plants en dan kun je weer hennep zeden. Dat is eigenlijk het circulaire waar wij mee bezig zijn.